In deze video wil ik je meenemen in een project waar ik zelf bij betrokken ben, samen met een aantal partners van Cyberweerbaar Nederland. En dat is het ontwikkelen van een cyberincidentenmonitor. Nou, het doel is dat organisaties kunnen leren van elkaars ervaringen als ze een cyberincident hebben meegemaakt. Dat betekent dat organisaties informatie over de toedracht van een cyberincident, bijvoorbeeld de oorzaken daarvan, kunnen uploaden in een database van de monitor, waardoor andere organisaties die aangesloten zijn bij het initiatief kunnen leren van die informatie. Maar we zijn bij deze monitor specifiek op zoek naar gedragsfactoren en organisatiefactoren die een rol hebben gespeeld bij het veroorzaken, dan wel het verhelpen van een incident. Wat moet je je daarbij voorstellen? Laten we een voorbeeld nemen van een cyberaanval zoals phishing. En stel je nou voor dat ik als medewerker per ongeluk op een phishing link klik. Dat is misschien een belangrijke oorzaak waarom de organisatie getroffen wordt door die phishing aanval. Maar daarachter zitten misschien ook nog wel achterliggende oorzaken. Je kunt je misschien wel voorstellen dat het aannemelijker is dat iemand op een phishing link klikt als er bijvoorbeeld geen beleid wordt gevoerd in een organisatie. Of als er nooit bewustzijnscampagnes zijn geweest over het belang van cyberrisico's en wat je daartegen kunt doen. Dat soort geleerde lessen over gedragsfactoren aan de ene kant en achterliggende organisatiefactoren geeft ons heel erg veel informatie over hoe je cyberincidenten kunt voorkomen. Kort samengevat is het dus dit. Aangesloten organisaties kunnen informatie over gedragsoorzaken en organisatiefactoren uploaden in de cyberincidentenmonitor als zij zelf een incident hebben gehad. Die informatie kunnen andere organisaties gebruiken om hun eigen medewerkers bijvoorbeeld beter te trainen of betere organisatieveranderingen toe te passen. We weten dat die gedrags- en organisatiefactoren een enorm belangrijke rol spelen, dus op deze manier kunnen we als groep in Nederland sneller verbeteren en wordt cyberweerbaarheid steeds een stukje beter. Want als je hier misschien zelf ervaring mee hebt of hier eens over door wil praten, neem dan contact met ons op en dan kom ik graag bij je op de lijn.